Cabaretière Tieneke Schouten vond onlangs weer vreugde na het verlies van haar man, Hans Brunjanski. Tijdens de persdag van de film Rokjesdag vertelt de 69-jarige Schouten vol optimisme over haar leven. Brunjanski, die op 79-jarige leeftijd overleed, had een speciale zomer voor zijn overlijden. Het is goed zo, zegt Schouten. Het overlijden van Brunjanski in september kwam na een periode van ziekte. Hij genoot echter van de zomermaanden vol familie en vrienden. Schouten herinnert zich die tijd met warmte, hij had eigenlijk een hele leuke tijd. Ondanks zijn hartaanval bleef Schouten kalm, iets wat ze niet eerder ervoer bij noodsituaties. Hoewel Schouten het moeilijk heeft met het naderende tachtigste levensjaar van haar man, relativeert ze door te wijzen op het leed elders in de wereld. Ze koestert de 45 jaar die ze met hem deelde, ook al veranderde zijn gezondheidstoestand aanzienlijk. Het is goed zo, benadrukt ze. Hij heeft een mooi leven gehad. Met liefdevolle herinneringen aan hun tijd samen, omarmt schouwt het leven met hernieuwde kracht, vastbesloten om te genieten van wat er nog komt.